Stellingen op straat. 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 Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Stellingen op straat. Onze stelling vandaag gaat over trots. En de stelling luidt, Apeldoorn is een stad om trots op te zijn. We hebben nu de stelling, Apeldoorn is een stad om trots op te zijn. Wat vindt u daarvan? Ik ben een Amsterdamse, maar ik vind Apeldoorn enig. Dus ik kan me voorstellen dat jullie er trots op zijn. Okay. Ja, leuke mensen, vriendelijk. Niet zo gauw aangebrand als vaak in Amsterdam. Dus heel veel succes met je mooie stad, hè? Bedankt. Vind ik wel, wel goed. Ik vind ook een stad in het groen, die mag best een beetje meer op de voorgrond treden. Dat, ja, en, het is een mooie plaats, mooie nog tamelijk ruim. Het is wel aardig volgebouwd in de omgeving, maar toch nog ruim en mooie natuur omheen. Om het stad heen, ja, ik vind het wel... Ik vind het wel goed. U bent wel trots op Apeldoorn? Ja, zeker. Jawel, ja. Oké, okay, dank u wel. Ja. Nee, ik niet. Kunt u vertellen waarom? Nou, er zijn zoveel dingen dat me niet lijkt hier. Er wordt geld uitgegeven bij Bulten en dat lijkt nergens op. Maar dan ook helemaal nergens op ook. Maar ja, dat zal misschien wel een kwestie van mezelf zijn. Dat weet ik niet. Stellingen op straat. Nou, ik weet niet, wij doen niet mee. Hè. Nee, laten we het maar niet doen. Maar nee, om trots op te zijn, nou, nee, nou, ja, wij zijn de Brabanders en dat went hier nooit. Wij zitten al 48 jaar hier, maar wennen doet het hier nooit en nee, ik kan het hier niet vinden. Is de sfeer in Brabant beter? Nou, een heel stuk. En waar voel je dat aan, waar merk je dat aan? Alles, als je in de winkels komt zelfs, het personeel wat er staat, van, dat is allemaal anders. In Brabant is dat allemaal gemoedelijker, makkelijker. En als je hier iets zegt, van, dan kijken ze je zo vreemd aan, van wat moet die mevrouw nou? Nou ja, nee. Nee, dat went hier nooit. Ja, ik weet niet. Het is een leuke stad. Er is veel, enigszins wat te doen. Qua uitgangsleven valt het een beetje tegen. Voor jongeren ook nog. Maar ja, het begint op te komen allemaal. Het begint steeds meer te komen. Dus het is wel een stad om steeds meer trots op te zijn. Ben je al trots op Apeldoorn? Nou, ik woon er, maar... Heel veel dingen om trots op te zijn heb ik niet echt, nee. Maar het is wel een leuke stad. En als het nu gaat groeien en hoeveel steeds meer groeit, zie ik het ook al steeds leuker worden. Ook met de nieuwbouw en dergelijke, nieuwe winkelcentra's en dat soort dingen. Wordt het wel steeds beter. Ja, nou vind ik wel. Je hebt alles wat je nodig hebt, zeg maar, hier in de stad. Ik woon nu niet meer hier in de stad. Ik heb 2 jaar of 3 jaar hier gewoond. En met plezier. Maar ik kom van mijn origine uit Epe, een wat kleinere dorp. En ik moet zeggen dat dat al ook weer trekt. Maar ik vond dat wel heel handig, want je pakt de bus en dat was een euro. En dan je gaat naar de stad en je bent weer terug. En dan voor de euro ben je klaar. En je hebt geen parkeerkosten. Maar nu moet ik met de auto en dan moet ik natuurlijk parkeren en weet ik wat. Dus ik vind het makkelijkst als je in Apeldoorn zelf woont, dus dat het een stuk goedkoper is. Ja. En je hebt alles, dus helemaal goed. Stellingen op straat. Nou, dat vind ik wel. Dan mag je niet zo heel veel zeggen dan dit of dat. Maar er zijn ook bepaalde dingen dat je zegt, ja, dat had wel iets beter gekund. Zoals? Nou, de veiligheid op straat en politie op straat, zulke soort dingen. He, want ik heb het zelf ervaren. Van de week had ik mijn fiets even neergezet en ik ga een supermarkt binnen en ik kom terug. En ze jatten het hoesje van mijn fiets. Dan heb ik zoiets van, ja, waar ben je mee bezig? En dan vind ik het niet zo erg hoor, want die dingen kosten niet zo duur. Maar... dat hoesje, dat was van de fiets van mijn man. En die was net in december overleden. En dat doet het echt pijn. Dan is het niet zo leuk, hè? Maar goed, dat bedoel ik, die veiligheid op straat en zulke soort dingen. En dat ze dingen van andere mensen wegjatten en zo. Zie dat ze daar met de gemeenteraad, met de verkiezingen, dat ze daar eens goed rekening mee moeten houden. Dat vind ik wel. Want je voelt je op een gegeven moment niet meer veilig. Hè? Of je nou op straat bent of in huis. Want het is op een gegeven moment schering in inslag dat oude mensen in huizen worden overvallen. Niet dat ik nou zo oud ben, maar bij wijze van spreken, ik doe s'avonds ook geen deur meer open. Ja, dan kijk ik, zegt mijn dochter, eerst uit het raam kijken voordat je de deur open doet, toch? Ja, dat vind ik.
Maar al dan niet te min bent u toch wel een beetje trots op Apeldoorn? Jawel, dat wel. Ik woon hier nu 42 jaar. En ik ben hier niet geboren en getogen. Maar toen ik ging trouwen kwam ik hier wonen. Dus ja, je hebt alles zien opbouwen, hè. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ik wens je heel veel succes. Nee, we komen hier niet vandaan, maar het is een leuke stad om te winkelen. Dus u bent ook wel een beetje trots op Apeldoorn? Ja, het is erg gezellig. De kroegen zijn leuk en de winkels zijn leuk. Dus ja. Okay. Ja, ik kom zelf wel uit Apeldoorn niet. Nee. Maar ik vind het, ja, ik ben het wel mee eens, ja. En waarom? Ja, het is een hele gezellige stad en veel leuke restaurantjes en zo. En ook al kom je niet uit Apeldoorn, ben je toch een beetje trots op Apeldoorn of niet? Ja, ik ben sowieso trots op Nederland toch? En daar hoort Apeldoorn ook bij, dus ja, zeker. Stellingen op straat. Ik ben er wel mee eens, ja. En waarom? Nou, ik woon hier al sinds 58, 52 jaar, ja. Het is een dorpsgemeenschap, het blijft dorps. Maar daar ben ik het dus wel gelukkig mee, omdat ik Amsterdam of zoiets, dat is voor jongelui, zoals u bent. Maar zodra je een bepaald leeftijd hebt bereikt, is dat veel te druk, veel te rommelig. Nee, dan zit ik liever hier dan daar. Daar ben ik het helemaal mee eens. En waarom? Ik ben buitenstaander, maar ik ga graag naar Apeldoorn om te winkelen. Er is van alles, je kunt overdekt, je kunt op straat. En dat is wat mij aanstaat. Ja, wel duur, dat moet ik zeggen. Parkeren vooral. Maar voor de rest houden we zo. Mee eens. Natuurlijk. Natuurlijk. Ja, kijk, we hebben ons. Kijk, we hebben daar een café. Ja, daar en we een hebben cafés overal. Je kan leuk uit. Stil, ik ben eerst. Oh, je kan overal uitrijden. Je hebt leuke winkels. Er komt alleen maar meer bij. Er zijn zelfs mensen die hierheen op vakantie gaan. Ik bedoel, kom op. Hè? Apeldoorn is geweldig. Op de Veluwe, je kan overal fietsen. Ja, maar dat is toch geweldig? Maar fietsen is niet leuk. En kijk, wij zijn er. Je kent iedereen. Je kan overal naar binnen lopen. En er is altijd wel iemand die je kent, toch? En dat is niet heel groot, maar het is zo gezellig. Dus je bent trots op Apeldoorn? Natuurlijk. Stellingen op straat. Ja, zeker. Omdat? Ja, het is een mooie stad. Je kan er veel dingen halen in de stad, bijvoorbeeld. Het is één mooie lange rechte weg waar alles aan ligt, dus. Helemaal mee eens. Omdat? Het is mooi, het is rustig, het is schoon. Ja, gedeeltelijk waar. Waarom gedeeltelijk? Ik kwam hier 20 jaar terug en toen vond ik, nou verklap ik mijn leeftijd, op 20-jarige leeftijd vond ik het stappen hier waardeloos. Maar ik kwam uit Enschede, dus dat is ook een wereld van verschil. Ja. En verder vind ik het hier ideaal wonen, want het is heel centraal en je bent overal in Nederland dichtbij. Ik woon in Zevenhuis, maar ik vind het leukste en het fijnste in Eglantier. In Eglantier? Het winkelcentrum? Ja, en de Maten gewoon, de hele omgeving. Zit je ook in, daar op school? Nee, ja, dat, daar zit ik ook op school. Dus jij hebt wel naar je zin in Apeldoorn, je bent ook wel trots op Apeldoorn? Ja. Oké, nou heel mooi. Nou, nog een fijne dag allebei. Ja. Nou, misschien wel. Misschien wel, ja. We wonen hier lang genoeg om, om de kwaliteit van Apeldoorn redelijk in te kunnen schatten. Fijne mooie omgeving, stad fijne om staat. Wonen. Rustige zonder staat. Meer. Dus wat dat betreft, wij zijn helemaal gelukkig. Zijn jullie ook trots op Apeldoorn? Ja, wat heet trots? Wij zijn trots op Apeldoorn. Natuurlijk zijn we trots op Apeldoorn. Natuurlijk zijn we trots op Apeldoorn. Maar we zijn ook trots op Brabant, want daar komen we vandaan. Ja. Okay. Ja. We hadden net ook andere mensen uit Brabant en die zeiden dat juist de mensen in Brabant veel aardiger zijn dan in Apeldoorn. Merkt u dat ook? Het is anders. Ja, het is wel een beetje anders. Dat het, denk is, ik het, wel. Is, het is wat spontaner. Ik denk dat, dat het Brabantse dat gemoedelijker is. Dat, je komt gemakkelijker bij de mensen achterom in plaats van voorom. Ja, het is, maar we wonen hier nu 40 jaar, dus wij... Maar wij blijven Brabo's. Maar wij blijven hier wonen. Ja. Wij blijven hier wonen, de kinderen wonen hier. Dus nee, maar verder, tuurlijk zijn we trots. Ja? Ja. Okay. Nee, helemaal okay. Goed. Oké, ja, dag okay. Is dag. Succes. Dag. Deze aflevering ging erover of Apeldoorners nou trots zijn op hun eigen stad. Het blijkt dat de meeste Apeldoorners dat zeker wel zijn. Ze vinden Apeldoorn een hele leuke stad met gezellige winkels. Hey Jessica, ben jij nog een beetje trots op Apeldoorn dan? Stiekem wel een beetje. Dit was Stelling op straat voor deze keer. Tot de volgende keer.